Yes, we zijn live op het PEC Zwolle eSports kanaal. Check het swipe omhoog en kom gezellig kijken. Let's go! Yes, we zijn... Ja, special packs. Yes, we gaan ze maar gewoon openmaken. En hopelijk krijgen we wat lekkers uit. Wat een gezelligheid, jongens. Helemaal niemand.
Oh, walkout! Dat is geen lift. Dat is wel lift voor hem. Yo, Rutger, alles goed, jongen. Zeker met jou, ja, gaat lekker, man. Gaat zeker lekker. Zeker omdat we Matip meteen al hebben gepakt. Ah, dat is niet heel veel waard, man. Snog, is wel lekker, man. Wel een lekker plaatje ook. We staan op het programma, ga je vanavond ook een draft doen? Misschien. Ik denk vooral voornamelijk specs zou ik maken. Eigenlijk. Omdat vanavond heb je die zwarte kaartjes, zeg maar. En dan zijn O2, ook wel genoemd, dus als ze in vorm komen gaat het nog hoger, zeg maar. Waarom ben je op Tony Live? Omdat ik dacht vandaag ga ik even op Pep Esports Live. Ik denk dat ook wel eens wat anders. Dus vandaag.
Heb je een bot nodig? Dan moet ik vragen, daar ga ik zelf niet over. Anders ben je de eerste. En weet je wat, ik maak gewoon mot, Rutger. Ik denk dat het wel goed is. Kijk eens man. Yes, yes, yes. Yes. Nee, ik speel vandaag geen potje tegen kijkers. Dat doe ik vandaag niet. Oh, wacht, is hij oneindig? Oh, oh, dat is 10 van de week. Chelsea. En gewoon mensen tijd laten geven als je zelf nog wat in ongepast gaat. Ja, zeker Rutger, heel goed. Oh, max 4 spelen uit dezelfde competitie. Shit. Denk ik deze last staan. Ja. Wacht, ik zal zo wel even die andere pakketje openmaken. Misschien zit daar nog wel wat lekkers in. Oh! Ze hebben het kaartje aangepast. Naar OTW. Ze resteren. Dan gaan we hem wel even openmaken. Yo, Doeri! Redder! Even pakketjes openmaken, Doeri, man. Moet ook gebeuren.
Even de pakketjes openmaken. Oh shit, dat is van mijn eigen. Ik had die niet gauw moeten houden. Wow, dat er omlaag komt man, dat is wel echt heel dik. Oh, Boede! Hij zal niet heel best zijn. Ik denk Gleek of zo, ja, Gleek. Oh jee. Dat is wel niet heel verkeerd pick trouwens. Is goed door die man. Moersletel dus. Jawel. Oh, Borden. Oh, geen auto nog. Maar, Matsukic. Als op zich niet heel verkeerd, volgens mij 2-3k of zo. Yo, Tom de Bom. Is goed jongen, een bag of fiets erbij. Lekker. Lekkere pakketjes jongens. De laatste. Laatste. En dan was dat de special packs. En dan heb ik nog 10 voor mezelf. Hey Borden! Spanje, niks met Vitolo denk ik ofzo. Coke, is 50 reden, is prima. Hoe zou die gaan? Gewoon erop gooien. Oh, dat ging verkeerd. Wat is het makkelijkste om simpel te scoren? Tip. Als je 1 op 1 gaat, gewoon een klein tikje geven met rondje. Alleen een klein tikje is genoeg. Dus niet hard schieten van dichtbij, dan mis je heel vaak, dan pak ik keeper hem. Deze kunnen we nog wel opmaken, deze heb ik allemaal uit de draft. Dus. Oh, deze heb ik trouwens net van de SPC. Alright.
zijn nu ook lightning rounds. Volgens mij komt er wel elke uur dat je nieuwe pakketjes krijgt, zeg maar. Of nee, nieuwe pakketjes kan halen, zeg maar. Maar niet echt lightning rounds volgens mij. Of ik heb ze nog niet gezien in ieder geval. Of moet er dan wachten, maar ik denk het niet. Niet in ieder geval dat we iedere uur een wat anders kunnen krijgen. Qua special packs. Dus hopelijk pakken we al 2 dan alles, wel succes hoor. Helaas. Nu begint de Eredivisie. Ik heb nog geen idee, man. Moet ik hem nog horen? Ja, zeg maar ook. Want toen was je nog best wel lekker. Ja, dat zeker weten, man. Dat zeker weten. Ik hoop dat ik hem kan pakken, in ieder geval. Borden. En Boka! Ah, Navas. Zo, dan hebben we de tweede wolkwacht alweer van vandaag, jongens. Navas, dat is lekker kaartje, of niet? Is het, denk ik, 30k of zo? Ja, 20k. 20k ongeveer. Ik ga even wachten met verkopen. Ik denk dat het nog wel iets zal stijgen. Ja, 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 de eerste wolkwacht is weer binnen. Ja, de tweede. Dit is uit een SBC'tje. Wel borden? Niet eens borden. Kijk of er al een Ronaldo is gepakt of niet. Ik ben wel benieuwd.
Yes. Lekker rut, kom man. Ik ben benieuwd of er al eentje is gepakt, man, Ronaldo. Zal toch niet zo snel al? Ja hoor, ze zijn al gepakt, jeetje. Ze zijn al gepakt. 14 miljoen. Oh mijn god. Ah, eerlijk man, het ziet er wel echt heel dik uit, joh. Het ziet er wel echt heel dik uit, man. Shit. Maar ik weet niet of ik ze ook uit normale pakketjes kan krijgen, of niet. Omdat daar staat niet echt een OTW iets op ofzo. Maak een paar van deze open en dan ga ik wel even SPC's doen totdat de nieuwe packs komen. Oh, borden? Oh, Yaramendi. Prima kaartje. Ik denk voor een mooie kaartje, ja, echt hè? Zou ik zo ook geen problemen hebben als die untradable pack ofzo? Zou ik ook zeker geen problemen hebben. Alright, let's go. Maak ongeveer tot 32.000 open en dan ga ik even wat SPC'tjes doen. Oh, walkout! Weer een vorm. Oh, het is weer mijn type. Let's go. En erachter even Ronaldo. Oh nee, toch niet. Ja, ik zit nog wel zo erop. Wat een kaartje hoor, mijn type. Zo. De laatste die ik even openmaak, dan gaan we even wat SPC's doen. Oh, borden. Spaans, spits. Chelsea. Morata. Dat is prima. Prima kaartje. Heel prima kaartje. Ja, laten we nog een paar opmaken. Dat 31.000 maak ik open en dan gaan we even precies doen. Dat gaat nu wel erg lekker.
Oh, niet meer. Ik vraag me af, waarom krijg je een time-out? Ik heb geen idee precies. Volgens mij is het 12 seconden of zo. Tuurlijk, Doerie! Ik heb net weer mijn type gepakt, man. Informatief. Tweede keer. Ik heb al 3 walkouts vandaag. De laatste, dan ga ik even wat SBC's doen. Terwijl de volgende linings komen. Wanneer voor de pakketjes. Ja, nieuws. Dit heb ik ook verloren. Vindt ze in de pakketten? Ja, de pakketten zijn er niet. Oké, Premier League speler van de maand. Wat hè? Ziet er wel dik uit op zich. Maar ik weet niet, ik denk niet dat ik hem ga gebruiken. Hij ziet er ook best wel licht uit. Dus. Qua fysiek dan. Nou, laat ik gewoon eerst deze even doen. En dat ik deze 4 dan ga houden. Oh nee, wacht. Ik moet even een beter rechtsback hebben. Wacht, als ik jullie naast elkaar zet. Zo. Oh, zo is hij ook wel goed. Zo is hij ook wel mooi. Dan moet jij er. Je moet even naar allemaal hardloop. Zieke kaart. Ja, het is wel heel ziek, alleen het is wel erg licht. Vind je niet? Ik denk niet dat hij in mijn team past. Je doet hem gewoon, ja tuurlijk. Als je goed in je team past, dan waarom niet toch? Ligue 1. Ligue 1. Chef Kiek. Ja, de paai kost wel wat. Dat gaan we niet doen. Yes! Oh shit, ik vergeet een Chelsea of Liverpool spelen. Volgens mij had ik Liverpool spelen nog. Nee, heb ik niet. Een Chelsea? Oh ja, natuurlijk, ik heb ze wel, maar ik moet anders. En deze kan ook wel.
Deze ook. Ze hebben kosten gehad voor iets drinkwater. Ja, doe drinkwater wel. Zo, mooi. Yo, Stefan. Heb je nou een eigen YouTube? Een YouTube kanaal, pik. Als je een YouTube had, joh. Gaan we een pakketje meteen openmaken of gaan we wachten tot we ze alle vier hebben gedaan? Wat is beter, denk jullie? Drie verschillende clubs mag wel. Minimaal drie hadden die van de SPS. We gaan eerst kijken wat we hebben. Wacht hè. Dacht ik ook aan Rutger. Daar weet je ze niet meer van. Oh, geweldig. Atletico Real Madrid. Is de neppe Stefan. Is niet de echte. Even kijken hoor. Waar is de La Liga dan? Tuurlijk! Speciaal voor jou, Quincy. Moet ik reis hebben? Nee, ik hoef geen reis te hebben. Clubs maximaal 3. Wow. Oké, wacht. Ik ga eens kijken wat ik van Real Madrid allemaal heb. Ik ga ze gewoon allebei gebruiken. Waar heb ik de meeste van? En hoeveel geld moet ik hebben? Heb ik veel van Barcelona? 3 of 4? Nou, 2 heb ik er eigenlijk. Dan wordt Barcelona niet. Wie is de beste speler die je hebt gepakt? Hazard. Ik heb Hazard gepakt. Niet vandaag, maar wel een ander keertje. Cedar Leganes. Ik moet even kijken waar ik veel van heb. Alleen het is een beetje onoverzichtelijk. Dan heb ik ook wel veel van Eibar. Ja, ik heb best wel veel van Eibar. We gaan dan kijken van Eibar. Ik weet niet of ik goed uitspreek hoor. Hier, kijk, oei joh, ik heb volgens mij het squad van Eibar. Ik doe ze gewoon even allemaal aan. Kijk hoe ver we komen. Als ik jou met jou omruil? Ja, kijk, veel beter. Ja, daar. Dat maakt die niet uit. Oh. Zo. Dat maakt jij niet uit. En dan ben ik binnen. Clubs max 3. Heb ik toch? Oh nee, ik heb... Oh nee, het maakt dus wel uit. Ik moet een elefant hebben. Ja, nu moet die kloppen. Let's go! Je mag het meeste uit de E-divisie, Stefan! Tuurlijk!
Jongens, jullie moeten even zeggen als het te laat is. Als het de volgende uur aanbreekt, dus als het 8 uur is, moet jullie zeggen, dan komen we weer nieuwe packs, kunnen we hier weer openmaken. Nos. Ik verkoop bijna alles, dus ik weet niet of ik veel heb ervan. Italië, Duitsland, Spanje, Zweden, Chili, China. No, Finn, Grie, Au, Icons, het Korea. Colombia, Brazil, Por. Dit is het. Die gaat los, toch? Ja. Oh, maar Renko gaat sowieso vet duur zijn, nou. Twee gouden spelers. Even kijken wat hij pakt. Kijken wat hij zegt als ik dit doe. Ja, dan geeft hij gouden spelers. Oké, dat is best wel, dan is het wel goedkoop. Even kijken hoor, wat heb ik allemaal uit de NOS? Wat is de competitie? Dankjewel Rutger. Maar spelers uit hetzelfde land mag maximaal 4, dus ik kan er ook wel uitkomen trouwens. Ja, ik kom wel uit. Ik mag alleen geen Portugees meer. Jawel, ik mag nog 1 Portugees. En voor de rest maakt niet heel veel uit volgens mij. Nou wacht, ik doe even die andere. Deze. Deze daar. Ah, nee, dat mag niet. Oké, ik doe jou wel. Oh, nu kijk ik een zilveren pakket. En kijk hiervoor. Wel een prima goud pakket. Alright. Nederlandse spelers minimaal 4, Eredivisie spelers minimaal 3. Alright. Wie hebben we allemaal uit de Eredivisie dan? Dat is mooi. Oh, dat is helemaal mooi. Hé, wat is Vitesse? Waarom hebben we die niet... Dat klopt niet. Dit had ook een groen linkje te worden. Doe die, dit had toch een groen linkje te worden? Deze twee. Ja, toch? Dit wordt toch een groen linkje te worden. Ja, volgens mij mag ik nu geen Eredivisie spelers meer, of wel? Oh, minimaal 3. Spelers uit dezelfde competitie, max 4. Huh? Ik moet ook nog Nederlandse spelers. Wacht, ik ga eerst op zoek op Nederlandse spelers. Verkan, die kan. Oh, nu heb ik er al te veel, denk ik. Dus heb ik wel heel veel Nederlandse spelers. Ja, ik heb meer met Nederlandse spelers. Flat. Aantal spelers in de selectie 9. Dus ik moet nog aanvallers hebben. Kijk hoor. Nee. Laten we deze maar gewoon random doen dan. Zo.
Zo, zo let ik hem ook wel. Let's go. Ja, Mark Match Up of zoiets is voltooid. Mark Match Up, wat doen? Ja, je weet wat ik bedoel. Mark Match Up. Iets in de richting. Ik weet niet hoe ik moet uitspreken. Ja, deze wil ik ook nog wel doen, PlayStation shirt. Vind ik ook op zich gewaard. Juri, ga jij meteen een speler halen of ga je eerst een link uit je halen trouwens? Vijf pakketjes! Doe leuk! Nog 8 minuten. Thanks voor de shout-out, Doei. Okay, let's go. Zilveren pakket. Daar zit hij in, jongens. Daar zit de... Tot weer Ronaldo in. Of nee, toch niet. Ja, dit zijn de pakketjes, jongens. Dit zijn de pakketjes. Ik kan zo meteen denk ik wel een draft tussendoor doen of zo. Als we toch moeten wachten, zo meteen op weer de volgende uur. Weet je, ik vind zonde om mijn coins aan niet speciale pakketjes te geven, zeg maar. Zeker nu dat die, hoe heet het er is, die OTW kaartjes. Om mijn punten. Oh, borden! Geen walkout, maar wel borden. Oh, ik zweer, ik heb die man al 5-6 keer gepakt ofzo, man. Die bouwman. Ja, nee, maakt niet uit. Heb ik er echt mee. Nog 2. Hopelijk krijg ik wel iets uit die marquee matchup. Oh, dat is ook geen walkout. Ik zeg hem heel licht. Oh, Sterling! Ja, dat gek. Ik moet eerst zeggen, ik speel vandaag niet heel goed hoor, moet ik zeggen. Ik speel vandaag niet heel goed. Oh, Sterling ouwe. Jeetje. Jeetje mineetje. Sterling, dat is toch wel heel lekker. Ja, ik zag het, Doeri, dat je voor Charo pakte. Dat is ziek, man. Ik wil ook een icon pakken, man. Gemengd spelerspakket. Daar zit er een Ronaldo in, jongens. Oh, nee, toch niet. Oh, volgens mij Stones ofzo. Dat ook niet overkeerd. Ja, Stans. Ja, dat is niet best. Ik kan wel even een drafje maken ondertussen. Ik heb toch nog een drafje gemaakt. Met 5 minuten kunnen we pakketjes kijken. Oeh. Wie zou gaan? Coutinho of Son? Quincy, ik wil het best een keer voor je zeggen, alleen dat wil ik niet op stream zeggen, maar. Son, denk je? Ja, gewoon voor Son, man. Zet linksback! Son linksback, jawel. Doe maar lakka lakka erbij. Lakka lakka. Niet best uit allemaal, man. Ik denk dat we duizend erbij gaan doen. Ja. Lingard sowieso. Oh, Daaf Luis.
Oh, als een speciaal kaartje. Zo'n OTW-kaart. Ah, het ziet er zo gruwelijk uit, hè? Die OTW-kaartjes. Ik wil er echt eentje pakken, man. Oh, is er maar één, weet je wel. Is dat Duits? Oh, die is Frans natuurlijk. Een ziek kaartje, hè? Nu heb ik nog een Duitse keeper erbij voor zekerheid. Nee, dat gaat niet worden. En dan Rui. Oeh. Oh, dan kunnen we mooi met Luis linken. Maar ook Dani Alves. Dani Alves is denk ik beter. Kijk. Dat is helemaal mooi. Oh, Kante. Ah, ja, hij past niet helemaal in het team. Ah, ik ga dat nog doen. Ha, doe maar niks. Let's go. Het is geen best drafje. Oeh, Hazard. Thiago Silva ernaast. Oh, het komt wel heel lekker uit hoor, dit. Kijk eens, oh wat lekker zeg. Heel apart drafje is dit. Sterling denk ik. Ik moet nog Engelse linksback hebben nu eigenlijk. Oeh, Neymar. Mbappé. Ah, ik moet eigenlijk voor de Engelse linksback gaan. Ah nee, anders zet ik Valencia rechtsback. Of linksback. Dat kan ik nog wel. Kan dit als ik de Idan is zet? Nee, want die rood. Dat is niet best. Nog een minuutje jongens, kunnen we weer een pakketje openmaken. Ja, ik moet Son wel daarin zetten. Dan zit ik heel slecht qua chemistry. Of ik niet een Engelse speler die ik niet ga gebruiken. Ja, zo doen we het. De keeper wissel ik dan gewoon in-game wissel ik hem. Oké, kunnen we een pakketje openmaken? Als het goed is. Als het zijn tenminste. Nee, de pakketjes zijn nog niet. Hou even erin eruit. Ik hoop dat ze er zijn. Ik ga even op Twitter kijken. Inderdaad, Rutger, het is tijd. En dit zijn ze allemaal. Oh, Malcolm is ook wel ziek als je die pakt. Nou, als je in vorm krijgt dan nog Goretzka. Wat zijn de pakketjes? Ik zie ook niks op Instagram. Of op Twitter, zie ik ook niks. Oh.
Even zoeken hoor. Volgens mij gaan ze geen special packs doen. Hoor. Tot zo, Dodi. Kijken hoor. Ik verstond om ze open te maken als er geen special packs komen. Dat tweeten. Zo. Oh, dat was niet een hele andere tweet trouwens. Oké, dan open ik er nog een paar, want als er geen special packs komen, dan hou er snel op. Pak die kruif dan, ja. Het was maar zo'n feest. Ja, ik had echt special packs verwacht man, maar ze waren vrij snel doorheen. Ik denk dat 29.000, als er dan geen special packs zijn, dan hou dat op, denk ik.
Ik hoop het early pause. Ik hoop het. Het zou wel chill wezen. Maar ik ben nog niet gekwalificeerd. Ik wil ook nog kwalificeren. En volgens mij moet je aardig op het potje daarvoor spelen. Maar ik ga denk ik morgen daarvoor proberen te kwalificeren. En dat vind ik wel een mooi ding. Ai. Oh, gratis pakketje, tuurlijk. Oké, maar ik heb 28.000 open even mooi rondgetal, dan hou ik het daarbij, denk ik. Ja, pas volgende week begint Wicked League weer. Yo, Doody. Doody, weet jij of er nog special packs komen, of niet? Anders ga ik niet zo heel lang door, denk ik. Dan vind ik zonde van de muntjes. Of de muntjes de puntjes. Kom aan, dat dieren alle tuurlijk kunnen zien. Of een eiken mag ook natuurlijk. Lekker door die. Oh, Borden! Nou, dat scherm ook uit. Tuurlijk, Bram. Stel als op mijn Instagram Bram, maak ze wel even zien. Yo, Raf, dat is goed. Dat is mijn team. Ik heb nog niet mee verloren trouwens met mijn team. Lekker team bier. Heeft u dan een OTW gepakt? Ik nog niet, maar ik heb wel twee informs gepakt, maar geen OTW nog. Hoe vind je de bar spelen? De bar is niet heel verkeerd. Oh, Borden! Nee, is geen balkoud. Oh, Hoorn. Hoorn is niet verkeerd. De bar is niet heel verkeerd, nee. Ik vind het best wel fijn, maar ze speelt bij mij aan de rechterkant, zeg maar. Dus. Ik speel in Gamesbook 4231. Ze speelt bij mij aan de rechterkant. Ah, derde plek zou mooi zijn gepakt, toch? Vind je van nu toe van FIFA 19? FIFA 19 vind ik een heel leuk spel, alleen soms zitten er nog wel een paar foutjes in. Maar ja, dat zullen ze nog wel eruit halen, denk ik hoor. Dat moet wel goed komen. Eigenlijk een SBC's. Ik verwacht niet dat ze komen, man. Heel eerlijk gezegd. Dat zal in de game zitten. De Primes. Alright. De laatste, mijn laatste pakketje, jongens. Aangezien er geen special packs komen. Blijkbaar.
Alright, dat was mijn laatste pakketje. Als er lightning rounds komen, dan kom ik snel weer online, maar ik verwacht niet dat er lightning rounds komen, dus... Voor vandaag. Houd het op dan, en wie weet ben ik volgende keer weer live. Dus check het dan. En tot de volgende keer, maar weer. Bye bye!